Hallo Big Legion en welkom bij Batman VR met Facecam. En dat is even wennen voor mij, want ik moet echt naar boven kijken naar een camera en ik ben gewoon gewend dat ik lekker naar mijn schermen kan kijken zonder ook maar iets. Maar voor PlayStation VR vind ik Facecam wel een meerwaarde hebben, aangezien je kunt zien zeg maar, wat ik allemaal doe, moet ontwijken en eigenlijk. En dat klopt dan ook met het gameplaybeeld natuurlijk. Dus vandaar een Facecam, maar het komt echt niet bij alle series, dus puur nu bij deze twee PlayStation VR series. En dat is Batman VR en straks om 4 uur Until Dawn, Rush of Blood. En die twee games zijn puur twee opvulseries. Tot en met 27 oktober, want 28 oktober komt Titanfall 2 uit. En dat is gewoon de volgende Let's Play serie zoals je die gewoon gewend bent. En ja, de PlayStation VR series zijn ook wat anders zoals je merkt. Nou, facecam, maar ook een overlay. En die overlay is er omdat je anders wat de balken hebt. En dat komt omdat de PlayStation VR zeg maar, het beeld weer splitst. En dat als social scherm weergeeft op de monitor. En dat zorgt ervoor dat je een lagere resolutie hebt en zwarte balken. Dus vandaar de overlay erbij, maar dat past heel mooi met de facecam naar mijn mening. En ja, voor de rest, ik heb heel veel zin in Batman. We beginnen weer vanaf het begin trouwens. Twee dagen nadat de PlayStation VR uitkwam, dus op 15 oktober, heb ik gestreamd. PlayStation VR games, waaronder ook Batman Arkham VR en ook Until Dawn Rush of Blood. Maar we beginnen gewoon weer bij beide vanaf het begin, dus voor sommige mensen zal dit bekend zijn. Weet al wat er gaat komen, ik zelf natuurlijk ook. Maar het leek me voor zeg maar, een mini let's play wel logisch dat we gewoon bij het begin beginnen. En ja, ik heb er heel veel zin in, ik hoop jullie ook. Ik zie jullie zometeen weer als ik Batman ben. Oh ja, daar gaan we dan. Het kan ook zijn dat de audio natuurlijk wat anders is, omdat de microfoon wat verder weg staat, logischerwijs. En ik ook gewoon wat verder in mijn kamer zit. Dus het kan zijn dat er wat echo is. Ik kan er weinig aan doen. Voor de rest, deze twee controllers, motion controls, daar was in principe het wachten op. Deze zijn echt essentieel voor voornamelijk Until Dawn, maar ook wel voor Batman. Dat het gewoon veel makkelijker maakt om hiermee te spelen. En die waren vrijwel nergens voorradig, dus zoals we verwachten dat ik ze binnen had. Ik heb ze binnen, dus vandaar dat we nu ook deze series doen. Ik kan rondkijken door één van die knoppen te gebruiken, maakt soms niet heel veel uit. We gaan verder. We zeggen calibrate. Ja, helemaal prima. Don't care. Ik ben Batman of... Nee, ik ben nog geen Batman. Ik wil bijna Batman zijn. Dan hebben we de Warner Brothers Games logo. En zoals ik al zei, mensen die dus de stream hebben gezien, de allereerste... die weet al wat er gaat komen. Wie er dood gaat en weet ik het wat. Het idee is dat je dus Batman bent en een moord moet oplossen. En ja, dat zit eigenlijk, simpel gezegd. De game is niet heel lang, ongeveer anderhalf uur of zo. Dus ja. En voor de rest, waarvoor dus de facecam is, is dat je nu dus kunt zien dat ik er rondkijk. En dat is ook wat ik allemaal zie. Zoals die helikopter daar. En ik kan ook zwaaien. Mijn hand beweegt tenminste. De cam ziet er heel raar uit. Vooral bij Headmaster was dat een kopspel. Dan moet je de hele koppen. Dat ziet er voor geen meter uit bij de cam. Maar voor nu... Ja, ik ben al deels Batman. Ik heb mooie handschoentjes aan. Kun naar beneden kijken. Oeh, mooie blaadjes. En ja, laten we verder beginnen. Maar het ding is... het is heel lastig om uit te leggen hoe VR werkt en eruit ziet. Dat is echt een probleem, Kodat. Je moet het ervaren voordat je het pas snapt. Maar ik zal mijn best doen om het zo goed mogelijk uit te leggen. En dat is dat je in principe door een verrekijker kijkt. En vervolgens gewoon een andere wereld ziet. That's it. Helemaal volledig in 3D. Die Zeppelin die daar ginds is. Dat is echt gewoon meer dan een kilometer van mij vandaan. Die daarachter is nog veel verder weg. Je hebt echt het gevoel van diepte. Iets wat een 3D-televisie je niet biedt. Dus... Dat is het een beetje, voor de rest zie je wel zwarte randen echt van de verrekijker af, zeg maar. Dus dat is de beste, beschrijving die ik kan geven. Even kijken, options. Je moet dus ook kijken naar de opties die je wil hebben. We gaan naar audio toe. Gaan we de subtitles aandoen, dat is wel makkelijk voor jullie. Headphones, ik gebruik de standaard oordopjes van Sony, die bij de PlayStation VR zaten. Omdat die gewoon heel fijn werken en een koptelefoon werkt naar mijn mening niet fijn. Oh. Niet fijn bij de headset. Ik hoef geen credits te zien. Dank u. Naar beneden. Back. Dank u. Origin. Daar gaan we dan. En trouwens, naast het gevoel van diepte,
heb je dat iets echt heel ver weg is, komt ook iets gigantisch dichtbij. En haar hoofd is nu ongeveer hier en zo groot. En dat is zo fucking cool. Ik ben een kleine Brucey. En dat is mijn pa, Thomas en Martha. Ja, lekker, ijs. Awesome. Ik denk dat die man een ander plan heeft. Hand it over. En wat cool is, is headtracking. Daarvoor zijn die lampjes hier. Hand en op de camera. En dat is dus dat je... Ik kan achter mijn moeder gaan houden nu. Of er omheen kijken. Zo cool. Faster! It sucked, Thomas! Back off! Please, we're trying to cooperate. Thomas! See that kid? That's what happens when you Holy crap! Niet zo dichtbij, dan kun je, hij is echt gewoon hier. Voor mijn neus. Ah, jammer dat je niet kunt slaan. Dat zal ook zijn. Oh, hier kun je wel slaan. Goeiedag. When did you return? Weet ik niet. Geen idee. Some awareness of your movements would be appreciated. Dat zal. You do know that one's own bed would make for more comfortable sleeping arrangements than a piano. Ja. Klopt. Dat is wel een mooi piano. Ordinarily, I would beg you to take a night's rest, but, well, we have a situation. Uh-oh. I'll explain downstairs. Ah. Ja, de sleutel graag. Looking for this, oh. I imagine. Game. Ik zit ook een beetje in de piano. Ik moet even iets verder naar achteren. Dat very good. Ik beter. Okay. I'll see you downstairs. Dit ziet er zo vaag uit. Oh, ik draai ik echt gewoon rond met de move control. Dat is zo cool. Holy crap, dit is zoveel beter dan met de DualShock. Wat we eerst hebben gedaan. Want dan heb je dat totaal niet. Grand. Ik kan dus die klep vastpakken. Rum, 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 rum. Oh, dat is echt een kind aan mij. Zo draai. Wat je ook kunt doen is gooien. Dat is best leuk om te doen eigenlijk. Wat doe maar. Het is niet de eerste keer dat ik dat heb gedaan. Kan ik dat ding vastpakken? Ja, dank u. Fuck de literarie. Oh, oh, waar vliegt dat ding allemaal naartoe? De, wat is dit? Cape Town. God. Wow. Oh, bijna op de tafel. Zo cool te doen. Was dat? Oh, wow. Nice. Want ik heb, dit hebben we niet gedaan in de stream, want ik was te snel met dingen doen. Ik zat piano te spelen en dat moeten we nog niet doen. Dit is zo cool. Het is ook zo dichtbij. Het is zo belachelijk lomp. Hé, hey, Martha, dat is van onze moeder geweest. Oh. Het is ook maar goed dat ik eigenlijk ver van mijn bureau af zit. Oké, okay, een goede remix en maak daar een mooie beat van. Maar, ja. Het is maar goed dat ik verder vanaf zit. Want anders dan zou ik tegen mijn microfoon aan slaan, dat moeten we niet hebben. Daar konden we volgens mij ook nog naartoe, toch? Ja, oké. Okay. Wow, hey Beijing. Nog meer kaarten om te gooien. het is echt... Oh, was dit... Kan ik dat erin steken? Nope. Hey, die kaarten komen wel weer terug trouwens. Dit ziet wel heel cool uit. Daar kan ik niet bij. Dat is spijtig. Kan ik die tafel ronddraaien? Yep, daar kan ik. Hey, Lex. Het is... Ja, nogmaals, zo lastig om uit te leggen wat ik allemaal zie. Maar ik zie dus echt diepte. Ik ben nu in Wayne Manor. En dit ding zit echt gewoon voor mijn neus. En dat is zo apart. Dat moet je echt gewoon meemaken. En dat gooien. Gooien blijft het leukste in deze game. Gewoon, het voelt zo echt om te doen. En daarom heb ik ook van die touwtjes. Je kunt het weer vangen. Wacht even, misschien kan ik wel jong leren. Ik weet het, ik ben heel aparte shit te doen. Oh! Oh! Oh fuck. Dit is zo vet. Het ziet er zo mogol uit waarschijnlijk in de cam. Maar... Oh fuck. Normaal met de bal doe ik nog wel eens zo. Met een bal zomaar zo onderhands omhoog gooien. Dat vind ik altijd leuk om te doen. Oh, oh ja, dat ging mis. Oh, damn. Wat kan ik maar doen? Okay, even ronddraaien. Dit ziet wel heel cool uit, joh. Dat plan voor... Gotham City. Kan ik dat erop zetten? Nee. Wat is dit dan? Is dit
Hey, Wayne Enterprise gebouw. Zou dit ook passen? Ik denk dat het daadwerkelijk past trouwens. Rubber. Kom eens terug, Lex. Want Lex zijn ding... Kom eens hier, jongen. Oh, for fuck's sake. Oké, nou, draaien. Lex zijn ding past hierop. Qua voet, zie? Hey. Nice. Oh, en dat ding past daarop. Die van Wayne. Kom eens hier. Wayne heeft meerdere dingen, blijkbaar. Oeh, wow. Die daarop. Wayne Enterprise. Waar moeten we hiermee naartoe dan? Dit is wel cool, want dit hebben we totaal niet gedaan in die stream. Zijn we er wel snel doorheen gegaan. Het is wel leuk om dit te exploren. Daar missen we alleen de vuurtoren af, volgens mij. Alhoewel, ik mis daar wel meer dingen. Maar die kan ik allemaal niet oppakken. Kan ik ook sneller dit rondrijden? Dank u. Oké, de vuurtoren. Die komt daar. En nu? Hebben we dit ding nog. Wat is dit? Is dit niet ergens in het midden van de stad eigenlijk? Het telefoon gaat. Het komt omdat Alfred een beetje ongeduldig is. Wat ik snap. Maar... Ik heb geen idee waar dit ding naartoe gaat. Oh, daar. Ik zie het al. Oh, yeah. Wat is dit dan? LexCorp Wayne Enterprise. Oh, hij kan maar met één hand vasthouden. Dat is wel spijtig. Wow. Dit zit echt gewoon in mijn ogen nu. Oh, er doorheen. Dus dit is allemaal van Wayne, al die blauwe dingen. En dat oranje is van LexCorp. Is dat alles waarvoor we alle moeite hebben gedaan? Voor die zooi. Wauw. Oké, we gaan naar het piano toe. Voor de rest kunnen we niet heel veel. Dit gebouw is zo huge. Kroonlucht en shit. Dat is echt belachelijk. Hey, we gaan piano spelen. Of we het telefoon oppakken, kan ook zelfs. Hallo? Oké. Oh, dit is audio radio. Ondanks dat het de standaard oordopjes zijn, van PlayStation dus, zijn ze echt super goed qua 3D audio. Ik hoor nou echt achter mij aan links. Zo cool. Alright, don't care. Oh. Niet bij. I know. Mr. Wayne? Ja. Oké, okay, I don't care. We gaan piano spelen. Let's go. Ik word Batman. Deze move controls hebben trouwens ook vibratie. En af en toe, zoals net met dat schot, dat Thomas werd neergeschoten, dat merk je ook echt gewoon. Dat trilt, nou ook, dat trilt in de controls. Zo goed genoeg. Yes! Ik word Batman. Oké, okay, hier heb ik mijn hand. Ready for deployment. Ik ga met die maar. En dan moest ik... Oh ja, in mezelf gooien. Dat was die. Hey, mijn toolbelt. Die zweeft een beetje raar in de lucht. Oké. Okay. Helemaal prima. Oké, kom op. Dit voelt zoveel beter met die move controllers. Holy crap. Dat is een fucking verschil, jongen. Dan met die fucking DualShock controller. Wat moet ik doen? Loslaten? Ja. Hey. Mijn masker. Ready for deployment. Dit is zo cool, jongen. Oeh. Die stof van binnen ook. Hey, ik breng mezelf in de ogen. Daar gaan we dan. I'm Batman. Calibration routine. Dit is zo cool. Calibration complete. Nice. Het is echt zo cool. Deze, dit is gewoon een ervaring, meer dan een game. Helemaal met die move controls, dat is echt een verbetering van die toekomst. Oké? Het is zo vet ook om al die props gewoon in 3D te zien voor je ogen. Ze voelen echt, echt. Oké, okay, die steken we in onze toolbelt, als dat een beetje werkt. Forensic scanner. Die forensische scannen is heel belangrijk, daar gaan we nog veel mee doen. Nou ja, ik moet eerst scannen natuurlijk.
Calibrating diagnostics. Zo cool, jongen. Zo'n... Ik mag niet rondruimen, dan scant hij niet, maar het ziet er zo cool uit. Hallo. Oesh. Nou komt het leukste. Hiermee heb ik me zo hard vermaakt tijdens die stream toen. Dit was zo cool. Dat was zo leuk om te doen. Nou mag ik echt gewoon gooien. Dat is gewoon de bedoeling. Dit is wel anders trouwens. Dat was bij de duels ook niet zo. Dat ik naar beneden moest kijken naar mijn belt. Het ding is puntig en scherp, joh. Fuck, joh. Hoe die ook gewoon uitvouwt. Dat is zo komt in. Oh. Dit blijft het leukste wat er is. Battering is gewoon. Oké, knop naar beneden. Probleem is alleen dat ik nou voor geen ene fucking meter weet hoe lang ik aan het opnemen ben. Dat is echt een probleem. Dit voelt heel apart. Gewoon omdat je naar beneden gaat, op beweging zoals naar beneden gaan, of bij Drive Club naar links en rechts. Dat voelt gewoon heel raar. Het lijkt, voelt nou echt gewoon voor mij. Mijn lichaam maakt ervan dat ik naar beneden ga. Wat niet zo is, ik zit gewoon stil op een stoel. Maar mijn hersenen zijn zo fucking retarded qua dat, zeg maar. Omdat dus de ogen het merken dat we naar beneden gaan. Dat mijn hele lichaam zich erop, ja, voorbereidt. Heel apart. Hallo. Vleermuisjes. Oh. Wee. Oh, zou die wat raken? Ik denk het niet. Zijn er bijna? Ik zit in die hele dingen tegen elkaar aan, maar fuck dat. Hallo, bad computer. En wat ik wel jammer vind, is dat die dingen nergens in blijven steken. Dat is zo spijtig. Maar ja, de Batcave ziet er fucking vet uit, jongen. Wat een belachelijk donker. Oeh, een fucking T-Rex! Ik heb hem niet eens gezien. Kun je het naartoe? Grapple, misschien. Zo'n grapple. I don't fucking care, dude. Let me know when I can brief you the situation. Ik ben even bezig met een T-Rex. Ik neem even het Alfred. Doe maar. Dat mag dan weer niet, hè. Hey, T-Rex, wakker worden. Oh, raak, maar dat deed niks. Dit ziet zo raar uit, jongens. Wat is dit? Weg. Oh, voor fuck's sake, belt ga weg. Dank u. Wat is dit? Jay Brown. Oeh. Oh, wow. Dat is fijn. Kan ik ook schudden? Nee, dat dan weer niet. Dat is wel spijt. Ik weet dat ik hele rare bewegingen doe. Dat is wel jammer, dat die schudfysics niet. Dat zie je maar hier. Wat is dit? Oh, dat kan ik zo. Joepie, denk ik. Oh, wacht. Die moet ik daarin doen, misschien. Daarin? Ja. Nu mijn eigen... Collecting blood sample. Oh, ik ben echt een klein kind, jongen. Jezus Christus. Oké, open. Doe het open. Daarin. Of zo. Weet ik veel hoe dat werkt. Daar. Nee. Oké. Wat is dit? Target range? Pak je aan met dat ding. Waar is de target range? Nee, open die shit maar. Oh, dit is. Dit is kut, want hij ziet niet alles, zoals je merkt. De tracking is niet altijd even ideaal. Ik wil dat laatste ding ook. Ja, dank je. Haha. Dit zijn allemaal nieuwe dingen die we nog nooit eerder hebben gedaan in de stream, dus dat is goed. Oh fuck. Oh ja, goed. Oh, for fuck's sake, jongen. Ga raak. Dank u. Excellent shot. Dank u. Waarom vliegen die naar boven? Ik gooi daar naartoe. Dat is goede target practice. Dat is één ding. Oké. Gooi targets. Het zijn meer punten kwaad, denk ik. Die staan onder stroom. Het zal wel. Oh. Heb ik iets gehit? Volgens mij heb ik iets gehit. Nou, dat kan er weinig. Of dat was dat de controller trilde. Maar het voelde net alsof ik mijn microfoonkaart heb geslagen. Sorry, microfoon. Dank u. Hey, je kunt dus retryen en van alles doen, gewoon oefenen. Dat is wel heel erg cool.
Dat is nice. Ik wil even die Joker gaan te pakken. Die is ook vet. Mr. Joker. Oep. Sorry. Sorry. Geen idee wat ik doe. Dat doet dat dus. Ik ben echt zo'n klein kind. Dat is een bad symbol. Oké, ik zal verder gaan met de opdracht. En dat is... Die kant op. Dat is niet die kant op. We moeten naar de bed komen. Dan moet ik eerst... Oh. Ik moet volgens mij eerst aanklikken of zo. Moesten er iets mee doen. Maar wat? Oh, dit. Wacht even. Dit was het volgens mij. Nee, ook niet. Waarom kan ik me niet herinneren wat ik moest doen? Oh, dit ding. Dat was het. Finally. Have this so often, Master Bruce. Have you got something to tell? Hey, de Joker. Dit is cool. Wacht even. Nou, Jason. Jason Todd. Dat is mooi. Who do you hate? Batman. Batman. Dit komt uit de game. Of course you do. Zo vet, man. Hey Joker, ik heb je gemist, jongeman. Yep. It's not yours anymore. Oh. He's mine. Mine, mine, mine. To do with as I wish. Veel plezier met hem. Ik ga nog even hebben. Tot op mijn building. I never asked. What's the big secret? Oh, wacht jongens. Who is the big bad bat? His name. Tell me. Of course, sir. Oh, ik snap deze loka. Oh, daar ging Jason tot. Dat gaat niet werken. No one gaat even over. Stop. Oh, nee, niet. Oh, my god. Die ben ik kwijt. Oh, nee, fuck off met die Batman. Waarom staat het ding weer aan? Ik had het ding eraf gedrukt. Uit. Uit. Uit! Dat is ook niks. Fuck off. Kan ik overprikken? Dat is wel cool. Oh! Gaat er in? Dank u. Oké, nu heb ik er twee in. Oh, dat wilde hij niet hebben blijkbaar. Dat ding met zijn bakjes houden. Mag ik nu al door? Nee, nog niet. Ik moet met hem praten natuurlijk. I'm afraid I have rather concerning news. Robin failed to report in last night. And now I'm unable to reach Nightwing as well. It could be coincidence, sir, but it's unlike them not to respond. Hopefully the bat computer can help you pinpoint their location. Aha, ik ben al bezig, dank u. Dan gaan we dan naar de bat computer. Het heeft nog nooit echt spannend geklonken trouwens. To the bat cave, dat wel, maar niet. To the bat computer. Oh, hallo. Tut. Nee, hier kun je van alles aanklikken, X-ray tracker. We gaan. Oh. Ja, Tim Draak, jongen. Tim Draak Whippany. Godverdomme, Tim Draak Whippany. Richard Grayson. Haha, dank u. Dank u. Ik weet natuurlijk wat ik nou moet doen, dus. Je jurk in je neus. Nightwing is in central Gotham, but why isn't it responding? I should head to his location. He could be in danger. Ik ben echt een klein kind. Gooien met dingen, dat is het leukste wat er is. We gaan inderdaad naar de dingen toe. To the Batcave! En dan gaan we de andere kant op. Gaan we voorbij de T-Rex? Oh, I don't... Oh, nee, nee, nee! If Master Grayson's in trouble... Nee. Oh, for fuck's sake. Ik ga naar de T-Rex. Wacht even. We gaan heel terug naar de T-Rex. Don't care, fuck off. Ik ga naar de T-Rex. Kom op. Waar is mijn utility belt? Game? Geef me maar, je ja, I know. Surveillance. Gewoon achter ons kijken. Hallo! Klik je dat ding maar even weg. Ga weg met dat ding, denk ik. Hi, ik wil je aaien. Maar dat mag niet. Dat is zo cool. En zo fucking eng trouwens. Dat ding is echt lomp. Holy crap. Dat ding is echt huge. Dat is zo vet. Oké, okay, we gaan Surveillance. Ik kan hier niks doen volgens mij. Oh, nee, de fok de radio. Wacht, heb jij honger? Spawn eens terug? Dank je. Overpakken. Nee, overpakken. Niet te fucking. Oh, oh. Heb je honger?
Nee, denk ik. Nope. Ik wil hem in zijn bek gooien. Oh, kut. Sorry. Iedereen die nou gehoorbeschadiging heeft, dat was mijn microfoon. Of eerder mijn popfilter. Mijn excuses. Ik moet daarmee uitkijken. Oké, ik heb hem in zijn bek gegooid. Dat is het belangrijkste. Oké, we gaan terug. We gaan doen wat we moesten doen. Mooi, van de vier kunnen we er ook naartoe. Hop, oké. Zie ik Gurple Gun trouwens. Welcome. Ja, I know. Dat komt goed. De Batmobile. Vehicle selected. Dank u. De Batmobile. Oh. Die calibratie werkt nog niet helemaal lekker, moet ik zeggen, maar doe maar. We kunnen hem ook nog in de fight maken. Okay. Tanky. Oh ja, prima jongen. Alsjeblieft. We gaan naar Nightwing toe. Godspeed, Master Bruce. Wat goed, Albert. Oh, dat trilt hem al. Sir, you're nearing Master Grayson's tracking beacon. Have you found him? Nee, maar ik sta hier aan de balkon. En het ziet er cool uit. Maar ik denk dat het verstandig is dat we verder gaan in de volgende part. Ik had het qua tijd eigenlijk nog wel goed ingeschat. Want we stonden op het balkon en denken, volgens mij klopt het perfect in principe. Dus dat is mooi. Ik weet dat sommige mensen nog weten wat er zo meteen gaat komen. Maar dat zul je dan in de part van morgen zien. En dan ga ik er ook wat sneller doorheen natuurlijk. Nu was het meer om wat rond te kloten. Om het leuk te maken. Voornamelijk voor de mensen die ook de stream hadden gezien. En voor de rest gewoon, het is cool. Het is VR, het is leuk om met van alles te spelen. Daarvoor is het ook. Daarvoor bestaat het ook, zeg maar. En ik zal even kijken of ik die calibratie shit nog even kan doen. Zodat we die toolbelt niet de hele tijd in ons hebben. Want dat is heel irritant. En ja, ik hoop dat jullie het heel erg leuk vonden om naar te kijken. Als je het leuk vond, vergeet niet even te liken. En dan hoop ik weer te zien bij de volgende part. En bij Until Dawn, Rush of Blood om 4 uur. Laters!